Vooruitblik naar de Zwolse Architectuurbiennale in juni en het Stadscafé XL in april. Dat stond centraal in het Stadscafé op dinsdagavond 8 maart in Odeon. Stadscafé XL is eigenlijk een soort bundeling van stadscafés, bundeling van kracht in alle steden in Overijssel. Vanuit de provincie willen we eigenlijk een soort stadsbeweging op gang brengen. Door al die verschillende plekken ook met elkaar te verbinden, elkaar te inspireren, van elkaar te leren, maar ook te participeren in elkaars initiatieven. En dat we elkaar echt kunnen vinden. De stadscafés worden georganiseerd door Club Zelen, Zwolse Architectuurpodium, de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. De bijeenkomsten hebben al verschillende initiatieven opgeleverd, zoals bijvoorbeeld evenementen in de brugwachtershuisjes. Architectuurdocent Jochem Hilhorst haakte daarvoor de Zwolse Architectuurbiennale op in en liet zijn studenten nadenken over mogelijke toepassingen. Ze hebben eigenlijk gewoon in al die 5 huisjes op een hele bijzondere manier gekeken naar hoe kun je daar zeg maar, een nacht verblijven. In een heel bijzonder plekje, maar ook op een hele bijzondere manier. Van in een hotel slapen of in een kamer verblijven. Een van de ontwerpen was ook dusdanig goed doorgewerkt en doorontwikkeld dat het goed uit te voeren zou zijn. Op een manier waarvan wij dachten, dit moet gewoon kunnen. Dit zouden we gewoon moeten kunnen realiseren als we daar met voldoende middelen mensen enthousiast mee kunnen krijgen om dat voor elkaar te krijgen. Dan zou dit plan realiseerbaar moeten kunnen zijn. Ik heb in het verleden in Harlingen de hijskraan ingericht. Een oude bouwkraan die daar is blijven staan als hotelkamer. Gewoon als gimmick. En dat draait als een trein, zit het hele jaar vol. Dat is nog iets anders, want dan zit je toch 20 meter, 15 meter boven de grond. Hier moet je toch echt wel in het huisje durven slapen waar mensen langskomen. S'nachts met een borrel op iets wat je naar je willen roepen of wat dan ook. Dus het is niet iets voor de bangerikken, denk ik. Nee. Maar u ziet daar potentie in? Ik zie er wel potentie in, ja. Herman Reesicht van Stichting Zwolse Architectuurpodium lichtte een tipje van de sluier op van de architectuurbiennale. We beginnen 2016 met een goede fietsroute, met een leuk programma, met architecten die actief zijn, met bouwers die actief zijn, stadmakers die actief zijn. En we denken ook vooral na over de komende jaren van, kom op jongens, die biennale, we gaan in Zwolle er een soort IJsselbiennale van maken, die zo'n nationale uitstraling heeft. Het volgende Stadscafé staat gepland op 12 april.